Welkom! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WSD-journaal. Deze speciale editie van het WSD-journaal staat volledig in het teken van Lean. Na de succesvolle pilot bij de afdelingen groen en detachering gaan we Lean nu doorvoeren binnen alle afdelingen van WSD. Eind januari deden de leidinggevenden van industrie en facilitair mee aan een spel om erachter te komen hoe ze beter, sneller en efficiënter kunnen werken. Kort samengevat in één woord, Lean. Kees Peters legt aan ons uit wat het belang is van Lean voor WSD. Lean moet voor WSD een aantal dingen opleveren. Eerste plaats uiteraard resultaten. We moeten resultaten realiseren in de markt met je werk. En Lean levert ons de manier van de markt benaderen en van denken over klanten, het snappen van klanten, waardoor we waarde creëren die ons helpt om onze resultaten te realiseren. In de tweede plaats doe je dat, zeggen wij, met mensen. En mensen moeten met elkaar samenwerken. En als markten zodanig snel en veranderen en een hoge eis stellen aan onze flexibiliteit en onze inlevingsvermogen, dan moet je dat doen door mensen bij elkaar te zetten die met die klanten te maken hebben. En niet meer denken in afdelingen, want een verbeterbord gaat niet over een afdeling, het gaat over wie met die klant samenwerkt. Dus het zijn mensen van verschillende afdelingen die op dat verbeterbord met elkaar bepalen van dit wordt de koers die we gaan inzetten. Het grote voordeel van verbeterbord voor mij is dat we met z'n allen hier aan het bord de planning maken voor de komende week. Het feit dat we onderling weten waar we mee bezig zijn, werken we slimmer, optimaal inzetten. De neuzen staan allemaal dezelfde kant op. Het feit dat we elkaar ook gaan helpen, waar nodig, en dat schept een band. Sommige groepen zeggen oké, we gaan het redden. Sommigen zeggen van blauw, ik heb tijd over, dus wij zijn wel eerder klaar in onze wijk. En andere groepen die komen tijd tekort. Nou, vanuit daar gaan we gezamenlijk afspreken wie gaat wie helpen. Dus als een groep tijd tekort komt, dan gaat de groep die tijd over heeft, heel simpel, gewoon een half echte week, dan nemen ze contact met elkaar op en dan gaan ze elkaar helpen. Dus die gaan meedenken, die komen zelf met heel goede ideeën waar wij nog niet aan gedacht hebben. En als we daar slimmer en beter mee kunnen werken, dan voelen de mensen zich ook meer betrokken. En dan is het gezamenlijke verantwoording. Ik ben in mijn rol als teamleider van de afdelingen detacheringen bezig geweest als verbeterbordleider. Daar heb ik mijn ervaring kunnen opdoen en ook in de praktijk kunnen zien hoe goed deze bijdrage kan zijn voor ons eindelijke resultaat. En ik wil dat graag bij de totale organisatie ook uit gaan dragen. Mensen gaan zien waaraan zij een bijdrage leveren. Als de resultaten ophangen en goed inzichtelijk zijn, dan geeft dat ook een heel erg motiverende werking. En die motiverende werking, die willen wij ook de andere afdelingen verder gaan stimuleren. De belangrijkste leerdoelen zijn het kunnen toepassen van Lean verbeterprincipes, verspilling kunnen elimineren uit processen, maar ook dat ze wel ervaren dat Lean maar een middel is. En het echt gaat om team spirit, effectief samenwerken, elkaar opzoeken en het maximale uit je team halen. Het beste team is het team dat Samenwerkt, wat de beste, samenwerkt. Dan spelen wij twee rondes. Eén eerste ronde, heel erg de situatie zoals je het eigenlijk niet wil. Maar mensen het wel heel erg herkennen vanuit hun dagelijkse praktijk. Ja, dit doen wij op het werk ook. Eigenlijk wel raar. Het wordt een beetje druk, want we kunnen niet alles leveren in de week waarop de klant het graag gehad zou willen hebben. Dus moeten we even kijken hoe we dat oplossen. Ik heb al de teamcoach ingeschakeld en gevraagd van wanneer kan ik leveren. En daar zijn ze problemen aan het oplossen. Dus. Ze leren dan op basis van input die wij ze geven het anders in te richten. En dan gaan ze een tweede ronde spelen en dat gaat goed en dan krijgen ze energie. En dan presteren ze beter. Nu ben je echt aan het samenwerken. Nu luister je. Nou, erg leerzaam. We hebben in twee rondes gewerkt met een groepje. En de eerste ronde was beduidend hectischer en ongeorganiseerder als de tweede ronde. Je had als groep ook meer van dat gaan we samen doen. Dus in die zin korte lijntjes, geen eilandjes, gemeenschappelijk doel. Dat zijn allemaal die dingen waar we in die tweede ronde
mee hebben kunnen werken. En wat dus ook ervoor zorgde dat het heel goed ging. Zo'n game is gewoon goed, omdat je toch gewoon vanuit een andere hoek ziet hoe processen lopen en hoe je ze inderdaad zou kunnen verbeteren. Waardoor je eigenlijk ook gewoon je eigen werk veel beter zou kunnen doen als je daar op die manier naar kijkt. De gamewinnaar voor vandaag is Team Geel. Ja, ik ben ervan overtuigd dat gaat lukken. En ik ben er ook van overtuigd dat dit een hele leuke manier kan zijn waarbij we elkaar op gaan zoeken en in de samenwerking de kracht gaan vinden. 36 medewerkers hebben het trekkerscertificaat behaald. Dit was nodig vanwege gewijzigde wetgeving. Een groot succes voor henzelf en voor de PMC Groen. Hierdoor kunnen de mensen het werk blijven doen wat ze zo leuk vinden en de PMC Groen kan hun chauffeurs blijven inzetten. Sjoerd Potters, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, heeft in het kader van de participatiewet in januari een werkbezoek gebracht aan WSD. Tijdens de rondleiding toonde hij zich heel geïnteresseerd in de werkwijze van WSD. Na afloop had hij een goed beeld van hoe WSD de verbinding legt met diverse partijen in de omgeving. Met als uiteindelijke doel om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te kunnen detacheren of duurzaam aan het werk te helpen bij werkgevers uit onze regio. Wil je een fiets aanschaffen via de fietsregeling van WSD? Wil je extra verlofuren kopen of verlofuren verkopen? Doe dan mee met het IAVP. Meer informatie en de voorwaarden staan in de brief die begin februari naar alle SW-medewerkers en NGA-medewerkers is verstuurd. Je kan nog tot 1 maart het aanvraagformulier inleveren bij de Centrale Personeelsadministratie. In ieder journaal, behalve in het themajournaal zoals deze van februari, besteden we aandacht aan een medewerker met een speciale hobby of passie. Heb je ook een leuke passie? Laat het ons dan weten via communicatie@wsd-groep.nl. Dit was weer ons WSD-journaal. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.